hebben zojuist echt een heel tof filmpje opgenomen, denk ik. Echt iets knijtervets gebeuren. Echt heel vet. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve patatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serzo. Ik ben René. En tof dat je weer kijkt. Zeker. Want wij hebben zojuist echt een heel tof filmpje opgenomen, denk ik. Echt iets knijtervets gebeuren. Heel vet. Maar voordat we daarop ingaan, willen we heel eventjes een shout-out. Hoe doe je dat eigenlijk? Een shout-out roepen. Plaatsen. Gooien. Een shout-out gooien. Een shout-out gooien. We gooien een shout-out naar Bilke, want Bilke van Beauty Fashions. Beauty Fashion en Vlogs. Beauty Fashion en Vlogs. Ja, zij is een van onze trouwe kijkers en ze geeft altijd hele lieve comments. Dus heel erg voor jou. Bedankt daarvoor. Ja, wij hebben dus zojuist echt een heel gaaf filmpje opgenomen. En het heeft iets te maken met wat hier ligt. Geen idee. En het is een giveaway. Ja. En ik kan toch wel zeggen, wel eigenlijk een hele bijzondere giveaway. Zeker. Let op. Aanstaande maandag komt er een giveaway video online op ons kanaal. Maar ook op het kanaal van niemand minder dan de King Alert. Yes. Hoe vet is dat? Ja, super gaaf dat hij daar aan mee wil werken. Dus zeker iets om in de gaten te houden. Dus zet het in je agenda maandag. En dat wilden we alvast nog even kwijt. En we gaan nu verder met een overheerlijke popcorn vlog. Veel plezier. En ik ben benieuwd of je het ook geprobeerd hebt. Als je hem zelf gaat maken, alvast smakelijk eten. En ja. Nou ja, duimpje omhoog. Abonneren. En tot de volgende week. Dank je. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ben je weer mooi? Ben je naar de kapper geweest? Ben je naar de kapper geweest? Emootje. Oh, ben je mooi? Oh, ben je mooi? Dan gaat het met mijn poppie. Als, ik ben gewoon chill. Chill. Hoe was je laatste dagje? Kort. Kort maar krachtig. Onverwachts heel kort. Ik had een bepaalde lijn, zoals dat dan heet. Een? Een lijn, zeg maar, een dienst. Post. Ja. En die was heel de middag klaar. Ja. Het was naar de middag klaar. En toen waren we dus over. Dus toen moest ik naar huis. Lekker. Ja. Nou, maar het kwam ook wel goed uit, want ik ben weer rond verkouden. Oh. Kan toch niet dat ik zo lang verkouden ben? Wat is dit nou, man? Zou het door die osteopaat komen, dat hij iets gedaan heeft? Nee, het was daarvoor al verkouden. Ja, maar ja, het was wel weer over aan het gaan, dus nu is het weer erg. Ah, ik ben ook een beetje verkouden. Ja. Het is gewoon het weer. Maar ik eet knijterveel fruit en groenten en vitamine C tabletten. Maar... Oh. Ah, poppie! Oh. Ik ga even iets pakken. Ik zie geen fuck. Iets voor jou. Mij? Ja. Van wie? Weet ik niet. Een mysterieuze lover, denk ik. En een minnaar. Dat probeer ik. Zijkant. Zijkant? Oh. Zie je nou, minnaar? Mijn allerliefste. Gewoon even een momentje om je te laten weten hoe trots ik op je ben.
Dat je zo je best doet om er alles uit te halen en het beste te bereiken wat erin zit. Morgen alweer je eerste dag op de nieuwe locatie van Justitie om hier weer verder te kunnen groeien. Als je maar wil, kan alles. Heel veel plezier en succes en ik hou van je. Kusje, René. Lief van jou, Paul. Ik ben heel verkouden, hoor. Trots op jou, Poppy. Ben je aan het doen? Ik heb gewoon niet genoeg suiker voor de karamel. Dat komt omdat we nooit meer suiker eten. Nee. Zal ik een beetje pikken? Nee, anders heb ik helemaal niet genoeg. Afblijven. Buurman heeft er misschien een beetje suiker. Ja. Welkom. Welkom bij een soort van kookvlog. Ik ging een film kijken. Kerstfilm. Toen kwam ik op een briljant idee. Nee, jij kwam op het idee om popcorn te maken. En toen dacht ik ineens aan salted caramel popcorn. Want salty caramel is echt ons ding. Maar dan moet ik natuurlijk wel, ja, zeker. Wie's dus, ding is het niet, even serieus. Ja, toch? Ik ben wel benieuwd. Dus, even kijken. Suiker en een beetje water. Dat is eigenlijk 3 eetlepels, maar dat was het 100 gram suiker. Twee eetlepels is eigenlijk, even kijken, dat is 33,6, nee, je moet iets meer. Zoiets. Zo, water. Garde erbij. En dit gewoon helemaal. Dit ziet er echt heel slecht uit. Nou, dit is geen vitaminebommetje of zo. Even kijken. Dus je zet water op met suiker op laag vuur. En in principe doe je helemaal niks. Maar ik ga het wel heel eventjes voor het zet. Helemaal. Maar we hebben geen karamel. Dit wordt karamel. Toch? Is alleen suiker is gewoon karamel. Nee, suiker met water als je het kookt. Suiker, nou precies, dat moet je me even te goed houden. Maar suiker als je het kookt, dan haalt het ik geloof 3 soorten, 3 fases in karamelisatie. En als je net voor de laatste eraf haalt, zeg maar, dat die niet verbrandt, dan kun je karamel maken. Mm. Als je slagroom bij doet, dan maak je karamelsaus. Okay. Dus deze gaan we smelten en dit water gaat zo meteen koken en dan doe je helemaal niks. Dus laat je gewoon opstaan en dan als het gaat koken, normaal gesproken heb je... Het beste om te gebruiken is gewoon kristalsuiker, maar we hebben nu donkere suiker, dus nog lastiger om te zien. Kan jij wel. Ja. Proef jij dat wel, want je hebt het heel verkouden. Moet ik anders even proeven? Nou, proef niks, hè. Dat is gewoon suiker. Ja? Dat vind je helemaal niet lekker. Ja, voor de popcorn. Even
laag vuurtje. Verse popcorn, olie in de pan. Die wordt vanzelf warm. Mooi, hè? Dan gaat hij een beetje koken. En dan na een minuut of 4, 5. Dan haal je hem eraf en dan moet je goed blijven roeren. En dan wordt hij hard. En dan kun je hem zeg maar, ja, je kan van alles, je kan van die slierten maken, van die stroop dingen. Maar die, we gaan hem over de popcorn doen. Een laag vuurtje. Zo ongeveer wat er ook in zo'n pakje zit, denk ik, hè? Dat wel. Denk iets meer zelfs. Weg. Plop. Ga bij hem proeven, hè. Deze moet erin. Oh shit. Wat moet er erin? En nu? Ja. Moet ook wel een beetje zout bij, hoor. Ja, tuurlijk. Even een stukje zout doorheen gedaan. Oh, er zijn heel veel nog niet gepopt. Shitty. Dat wordt vissen. Caramel. Die gaan we er gewoon overheen doen. Je had er wel aardig wat zout op gedaan, hè? Ja. Nou, proef maar. Jawel, maar Bunny. Kan heet zijn, hè? Oh. Dat is echt heel lekker. Ja? Ja? Is je ook zout genoeg? Ja, volgens mij wel. Proef maar even. That's some tasty popcorn. Dus, dames en heren, jongens en meisjes. Zo. Oh. Vond je dit ook een overheerlijke? Dat was echt een goed idee! Ik stik wel bijna in het velletje. Mijn lieve patatjes, vond je dit ook een leuke popcorn vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En laat even weten als je het zelf geprobeerd hebt. Oh, dit wordt spannend! Ciao! Ciao!